Hoi, je ziet nu het uitzicht vanuit mijn hotelkamer eigenlijk vanaf het balkon. Kijk gewoon lekker de tuin in, hoe prachtig is dat? En ik dacht, ik ga je eventjes een van de leuke oefeningen laten zien. Want we krijgen niet alleen heel veel kennis, maar we krijgen ook heel veel praktische tips. En eentje daarvan is van Matthew's Workshop. En dat is eigenlijk een super simpele. En zo simpel dat ik hem jullie niet kan vertellen. Hij gaat over pijn weghalen. Nou, voel eerst eens even in je lijf of je ergens pijn hebt of ergens stress voelt waarvan je denkt van hé, daar wil ik wel van af. Voel even, ga heel je lijf na. Of misschien weet je wel van oh, nou dat is een plekje waar ik altijd pijn heb. En als je zo'n plekje hebt, voel dat dan even echt goed. Misschien kun je de pijn wat groter maken zodat je lijf precies weet van hé, daar gaan we mee aan het werk en dat is wat we weg willen halen. Voel. En voel. En als je goed voelt, geef er dan ook een cijfer aan. Van 0 tot 10. Kijk even van, hey, 10 is superveel pijn. En 0 is geen pijn. En dan zou ik een ander plekje nemen als ik jou was. Als je zo'n plekje hebt, focus even heel erg op dat plekje. En dan wat we gaan doen is eigenlijk heel simpel. We gaan ademhalen en ademhalen naar dat plekje toe. Dus adem maar gewoon naar die pijn en laat je adem daar zijn werk doen. Je kan heel diep ademhalen. Uitademen door je mond. Oké, en als je dan geademd hebt, is het gewoon eigenlijk een kwestie van voelen. Van hey, voel eens even of er al iets aan je pijn is veranderd, of er iets anders in je lijf voelt, of dat je meer energie hebt gekregen. Voel. En het makkelijkste is om dan er weer een cijfer aan te geven. Dan kan je het makkelijkst vergelijken. Nou, en als het dan al beter is, hoe simpel is dat? Want ademhalen hebben we overal en kun je altijd doen. Dus ik zou zeggen, gebruik deze tip en probeer hem vaak uit. En alsjeblieft, ik hoop dat je er iets aan hebt. Fijne dag!